3, 2, 1. Ja! Heel Zevenhuizen lijkt uitgelopen om het heugelijke feit mee te maken. En natuurlijk hoort daar champagne bij. 3, 2, 1. Met ruim 7600 stemmen is Zevenhuizen de terechte winnaar van het leukste dorp van Groningen. En dat leeft nog steeds in het dorp. Dat zie je hier nu vanmiddag natuurlijk ook weer. Het enige wat we gedaan hebben is een mailtje wat we kregen. Onthulling om 11:45 was, mailtje doorgestuurd en dit is het resultaat. Het leukste dorp van Groningen is nu definitief voorbij. Maar bij RTV Noord en het Dagblad van het Noorden wordt al nagedacht over wat er nu moet komen. Kijk, het was zo'n groot succes, dat kunnen we eigenlijk niet even naden. We weten ook niet of het verstandig is om het volgend jaar precies hetzelfde te doen. Kijk, als een feestje is afgelopen, dan ben je misschien terug omdat je denkt, we hebben nog zo'n feest. Maar het feest is afgelopen. Dus misschien gaan we iets anders doen, maar we gaan iets doen, sowieso. Straks in het vervolg meer over Zevenhuizen als leukste dorp van Groningen.